Hallo iedereen, welkom bij Heel Goede Beste. En uit de bosjes komt een nieuwe let's play genaamd Donkey Kong Country Returns. En het plusje blijft staan. Het plusje blijft staan? Ja. Oh, niet hier bedoel ik maar. Oh. Daar bleef het plusje staan, ja. Oké, geen. Nee. Je weet wat je moet doen. Ja, ik weet wat ik moet doen. Nou goed, het is een walkthrough. Ah, wat een doel. Beter. Doen we een extra ding. Echt beter. En dan moeten we deze verbinden. En dan doet hij het. Beter. Oké. Okay. We hebben dus, dit is de derde poging. Omdat de wielverbindingen dus niet werkten. Nou, iedereen moet een keer meemaken, Joren. Echt hè? Oh wacht, dit gaan we sowieso kijken allemaal. Waarom niet? Ik ga het van zacht hard. Dit is best wel net belaven eigenlijk. Niet meer. Het was 2010, joh, het jaar van de bier. Dus daar kunnen ze niks aan doen. Iedereen was een beetje dronken net als al deze dikkies. Je is wel ook best wel dronken tussen SpongeBob verzonnen. Ja, echt. Een slang die bij je houdt. Een eekhoorn in een ruimtepak die onder water leeft. En wat was ook weer nog meer? De meneer Kras en Parel. Oh ja. Een krab die een parel kennelijk laat verborgen. Hoeveel joints zouden ze dan niet verborgen hebben? Wauw. Hey, verkeerde muziek. Ik word gek. Verkeerde muziek. Het lijkt dat ze in deze game ook gewoon Easter eggs hebben gezet die we nooit hebben gevonden. Wow. Zoals een trollface. Oh ja. Echt waar. Dat blijkt dus echt uit. Ik vind het leuk om te doen wat de Tiki zegt dat ik. Oh ja, dat vind ik nog steeds een hele geniaal. Ja, waarom blijkt het leuk om te doen wat de Tiki me zegt? En dan gaan we. Waarom zou de eekhoorntjes daarmee helpen? Dat is gewoon. Nintendo, reclame, pip. Moet je die jongens niet. Als ik het onthoud, ga ik gewoon op Diddy Kong's Face een nieuw Mad Pro zetten. Echt hè? Maar dan moet ik het onthouden, want waarschijnlijk heb ik het toch vergeten. En dan blijkt Donkey Kong of zo te dom te zijn om gehypnotiseerd te worden. Je hebt mensen die te slim zijn om gehypnotiseerd te worden. En dit schijnt dus een te dom persoon te zijn. Die gewoon niet snapt dat die. Oh, ja, dat klopt. Wat doe je? Wat doe je? Oké. Okay. Oh, Harlem Shake. Ja, nu kunnen we het eindelijk. Oh, voor dat je vergeet, wij gaan het spel niet 100% proberen uit te spelen. Wel wat, hey, ik heb hem lekker. Maar ik weet deze bestuur niet meer. Zit het ding wel goed geconnect dan? Ja, ik heb wel een nunchuk. Wacht, we gaan even naar boven, hè? Kun je ook van me afgaan? Ja, nu ben ik er vanaf. Hoe noemde Glenn die vogels ook weer? Ik weet dat ik het grappig vond, maar. Van die Hitler vogels. Adolf Hitler vogels. En dan denk ik, dat toch wel eens gedacht, Glenn, waar zie jij dat zo snel? Maar dat heeft hij gedaan op de alleroudste dagelijkse HD. Maar echt de alleroudste. Dat is best wel vaag. Om dat te bedenken. Ik weet niet, ga ik gewoon van me af. Is dat geen optie of zo? Jawel. In een van deze had een puzzelstukje. Of was het die dan? Dat lijkt me dan deze. En die tikkie op de achtergrond, die ken ik dus niet. Je ziet hem wel terugkomen in de credits en stuk, maar hij is er niet. Oh, hè? Ik wil wel nog benaderen. Ja, daar doen we het voor, hè, jongen. Kikken spletten. Wat leuk om alle dagen schoon even te doen. Kijk, jij hebt dus al vliegmotor dinges. Dus. Nee, dat heb ik niet. Ik heb een jetpack. Wow. Waarom, Joren, waarom? Van de Albert Heijn? Zeker weten. You mad, bro. Wacht. Oh ja, tuurlijk. En dan voelt mijn hartje ook gelijk even bij. FF. Oh nee, FF. Ja, FF, even. Oh.
Dan zeg ik gewoon effe. Niet FF, maar gewoon even. Ik weet het. Oh, helemaal gek. Hij is sterk. Waarom ga je telkens op me klimmen? Doe omdat ik. Het kan. En het kan, want dat is bewijs. Wacht, ik ga zo even proberen. Oh, jij probeert hem, dat kan ook. Probeer het maar hoor, we hebben de tijd, we hebben de tijd. Ga het maar proberen. Skills. Boe. Ze hebben niet zo heel veel eigenlijk in deze game gestopt. Behalve de backgrounds is het niet zo'n hele goede game. Als je het hebt over 3D. Want het is best wel slecht 3D gemaakt. Zullen we die minigame gaan proberen? Ja, dan wordt het. Omdat wij baas zijn in de minigames. Ik wil fluiten. Of blazen. La la la. Ik vind het gewoon. Je ziet ons nu. Ja, omdat het zwart is. En ik ben een gothic, omdat ik zwarte kleren draag. Maar ja, dat ben ik niet. Wacht even. Stop even niet bewegen. Ik doe niks. Oké. Okay. Oh, hoe ga je dat licht in? Holy. Dat is zoiets te erg. Wees handmatig voor het geval dat we jij de belichting aangepast. Nee, ik heb een paard. Oh. Oh, waarom pik je alle stuff die ik op mijn pad tegenkom? Waarom pik jij die allemaal in? Ah, deze heb ik lekker. Ah, lekker voor. Ah, wat lekker. Het is geen eten, Ruben. Dat spreekt de genius weer onder ons. Oh, B. Is een letter geen woord? Wacht even, zo. Jij wil me gewoon ineens alles. Probeer jij maar gewoon. Alpha. Ik had ook helemaal niet door waar ik heen ging. Ik dacht gewoon... Confetti! Waarom pakken we eigenlijk toch alles? Omdat wij gewoon... Dit eerste level goed willen hebben? Ja, omdat wij willen zien dat wij wel iets kunnen. Omdat dat wij om naar onszelf willen kijken of we wel iets kunnen. Zie oh, dat kan ook. Nou, voor je. Jump Vikings. Burp. Ga het toch een beetje zacht zetten, want ik wil wel dat ze ons goed kunnen horen. Dat kunnen ze toch? Nou, meestal is het toch zo dat ik het geluid iets te hard heb gezet. En dat ons commentaar weer echt gewoon bach is. En deze is gewoon te makkelijk voor woorden. Kijk, gewoon ka-ching. Meestal is het moeilijke van puzzelstukjes. Konglets, die zie ik gewoon vaak in het level. Alleen zijn dan moeilijk te pakken. Mijn puzzelstukjes andersom. Ze zijn juist verstopt. Want ik ga verder en dan word je automatisch gebeet. Ja, want is het een Adolf Hitlervogel. Waarom de fuck? Kijk, Adolf Hitlervogel. Waarom de fuck noem ik dit tp'en? Oh, dat was jouw mijn ding. Moeite. Ik heb toch... Er zit toch wel nog een ding. Adolf Hitlervogels, die mogen dood. Net als degene die... Ja. Okay. Wacht, is het een... Ik zoek even nu naar een hartje, want ik ben... Er komt een nieuw spel uit, ik weet niet wanneer, maar Donkey Kong Country Returns 3D. Gewoon exacte graphics, alles nageaapt, alleen dan in 3D. En als je singleplayer speelt, dan heb je 3 hartjes in plaats van 2. Om het spel nog makkelijker te laten lijken. Ik weet dat het jouw hartjes te pakken. Boeitje, wat boeit dat? Nou, jij was op zoek naar een hartje. Ja, maar als het bol gepakt, dan is het niet zo erg. Oh, kijk, Tom. Als jij die even kapot maakt, dan boeit het eigenlijk. Ik kan hem toch vallen als we hierheen gaan door de minigame. En dit is echt totale zinloos, want we doen weer niet eens alles 100% let's play, maar het zit gewoon in mijn... Ja, ik van mijn lichaam zegt gewoon dat het moet. Lichaam en geest. Oh ja, dat is een minigame. Deze minigame is wel lol. We doen alleen alles als we zin hebben. Ja. Laten we dat gewoon zeggen. Dat is eigenlijk een walkthrough volgens mij. Nou, dat ook, maar... Walkthrough is meer van gewoon het spel uitspelen, zonder dat je alles... Eigenlijk vroeger dachten de meeste mensen dat walkthrough gewoon alles was.
Sindsdien was Playthrough ook hetzelfde. Dat was gewoon een spel uit. Niet 100% per se, maar gewoon eindbaas slaan. Dat soort shit. Wij zijn voor. Wij zijn eigenlijk liever walkthroughs. Wacht, ga even op je rug. Ik op mijn rug. Al ga ik. Ik ga hem pesten, jongen. Ik ga je in je gezicht blazen. Kijk eens, ik stuf in je gezicht. Mag ik banaantjes naam gooien of even pinda's? Al beter te laat. Doe dat even naar die vage kikker. Jee. Ze zijn waarschijnlijk allergisch voor pinda's. De meeste dieren hier. Oké, ja, de meeste. Welke niet, behalve die vleeszittende plant die echt gigantisch zijn. Hoe kunnen eigenlijk zulke planten ontstaan? Hij is bijna 2 keer groter dan Donkey Kong. Dat is de gaming-industrie. Zie je namelijk rug? Ja. Ik weet niet even waar we nu over kunnen praten. Ik zit een beetje in het spel dat hier alles zo mooi is, achtergrond. Graphics wel goed, dat moet ik toegeven. Graphics zijn goed. Dat zei je dat ze wat minder waren. Alleen, ja, de achtergronden en zo. Kijk, de graphics op de achtergrond die zijn wat minder. Zie je dat water dat stroomt? Nee, dat is zo lelijk, dat zie ik niet. Oké. Ja, dat is het dus. Meestal proberen games het zo opvallend te maken, de achtergronden, maar dat doet in dit spel dus niet. Want als je het echt probeert, dan zie je pas die waterval op de achtergrond. Voor eens ben je gewoon geconcentreerd op het level. Ah, tijdens de cutscenes, heb je dat wel eens gezien? Dan is pas alles lelijk. Ja, cutscenes in voor deze tijd zijn ze lelijk. Maar misschien waren ze in 2010 wel mooi. Dit is 2010. Ja, daarom. Misschien waren ze in 2010 wel mooi. Nu de Dead Island Reptile. Ik weet niet of je dat gezien hebt. Ik heb 1 keer een walkthrough gezien. Maar dat zijn dus gewoon echt, hoe zeg je dat nou? Ja, gewoon een beetje echt perfect met de computer bewerkt en alles, dat is niks. Wacht, Dead Island Riptide? Dead Island Riptide. Weet je dat Spooky dat nu de laatste tijd aan het doen is? Oh, wat leuk om te weten dat Spooky wel alles doet en jij volgt hem met alles. Nee, ik hou alleen van zijn deur livestream, dus daar kijk ik wel eens aan. Ik denk dat ik niet dat het hoeft te komen eigenlijk.